Wat zo'n lockdown allemaal niet met je kan doen, vrienden. Ja, want wat is er nou gebeurd? Wij kunnen hier natuurlijk ook niet zo heel veel doen. En dan zit ik thuis en dan zegt mijn vrouw... Kijk vanavond nou eens gezellig met mij mee. Televisie. He, niet, ga nou weer niet weer voetballen kijken. Oké, dat doe je dan, hè, want dan ga je mee zitten kijken. En voordat je het weet, zit ik ineens naar Heel Holland Bakt te kijken. Vrienden, kun je je voorstellen? Ja, en dat heb ik echt gedaan. Heel Holland Bakt. En dan zitten we samen op de bank. Echt als Jut en Jul. En dan zit ik naar zo'n programma te kijken. En nu voel ik ook de spanning van de komende finale. Ja, die komt eraan. Ja, 3 finalisten zijn er nog over. Ja, ik weet er nou alles van. En we hebben Erik en we hebben Thijs. En we hebben Elisabeth natuurlijk. Aruba, Elisabeth, ja. Vrienden, ik heb jarenlang op Aruba gewoond. En ik weet wat het betekent voor de Arubaan om taart te eten. Taart is belangrijk op Aruba. Er kan niks gebeuren, feestje, trouwerij, geboorte, verjaardag, noem het maar op. Er is altijd taart en dat noemen ze bolo op Aruba. En ze hebben daar allerlei speciale taarten hebben ze daar. Ja, wat denk je van een taart met cashewnoten? Dat noemen ze bolo di cashewpet. En bolo di pruim hebben ze ook. Dat is pruimentaart natuurlijk. En ze hebben chateau. Dat is allemaal laagjes met cake en chocola. En dat is allemaal mierzoet. Maar ja, daarom moet ze uitkijken, die Elisabeth. Want ik duim natuurlijk voor haar. Want ik hoop dat zij gaat winnen. Want, hey, Elisabeth, nu al. Awor kaba. Ja, ik praat even een paar woorden papiaments tegen haar. Nu al, ja, Elisabeth. Zijn de mensen trots. De henderang di Aruba, nangta orgulloso ribadje. Die zijn nu al trots op jou. Wat een spanning. Wat een spanning. Zal het zijn. Morgenavond zitten er, geloof ik, 4 miljoen mensen. Kan je je voorstellen? Die zitten aan een bakprogramma. 4 miljoen gaan er kijken. Het is nog erger dan voetballen bijna. Zo spannend gaat het worden. Daar, bij Heel Holland Bakt. Nou ja, in ieder geval. Ik ben niet voor Thijs en ik ben ook niet voor Erik. Dat is duidelijk. Ik ben voor Elisabeth. En ik hoop ook dat ze gaat winnen. Nou, om haar te steunen, zing ik alvast eventjes een kort stukje van het Arubaanse volkslied. Allemaal gestaan even voor het volkslied en voor Elisabeth. En dan gaan we. O Aruba, douche terra, nos barranca tan stima, nos amor pa boa sina grandi. Un tinada pa quebrei.